0,3 seconden. En de uitleg daarna was nog 18 seconden. Dat is categorie 2, dat is 4 strafseconden. Komt hij uit op 5,3 seconden totaal. Heeft ermee een eerste plaats. Een eerste plaats wordt dus gevuld door Hans Kombrink van de PvdA, 5,3. En de tweede plaats op dit moment is 28,3 seconden. En dat was verleden week de heer Hans Knoop van Realisten 81. Dankjewel, Tom Bron. Ja, en dan is het nu alweer tijd voor onze derde rubriek. Dat is een serieuze rubriek. De Partij van de Arbeid en de kernbewapening. Nou, de PvdA zegt ook, doe er maar 4 op zijn minst de komende periode van de deur uit, naast geen nieuwe. 4 van? Van de 6 die we nu hebben, van die kerntaken. Waar kiezen ze voor als ze voor de PvdA stemmen? Voor geen nieuwe en voor terug naar 2 in elk geval. Tja, en dan zijn we alweer zo ongeveer aan het eind van deze Wereldblik Politiek. We hebben nog 1 vraag aan Hans Kombrink. Wat gaat hij doen als hij uitgekeken is op de politiek? Ik zou de journalistiek, maar dan een beetje in de commentaarsfeer, dus schrijven over politiek en maatschappij, zou ik ook ontzettend leuk vinden. En dat is een van de dingen waar ik zeg, nou, als me dat gegeven zou zijn, als ik ooit eens uit die kamer stap, dan zou ik dat erg leuk vinden, denk ik. Aan deze Wereldblik Politiek werkte mee Tom Brom, Jan Ruijs, techniek Jack Aalten, Hans Kombrink van de Partij van de Arbeid, mevrouw De Jong en haar buurvrouw een vraag aan stellen. En voordat we eruit gaan, is het laatste woord aan Jan Schilleboer. Als je botje bij botje ligt, krijg je uiteindelijk een geraamte. Dankjewel, Jan. Tot volgende week.